zware crisis heeft geen vat op inventief ondernemers. Een jonge Limburgse ondernemer heeft in de VS 1,1 miljoen dollar durfkapitaal. Een bedrijf uit Niel wil een revolutie ontketenen. Met Tomorrowland als nieuwe klant en een forse kapitaalinjectie gaat het BeatSwitch voor de wind. Telenet investeert 1 miljoen euro in ID Labs, een broeikas voor start-ups. Op dit eigenste moment is er een start-up-revolutie aan de gang. Maar wat zijn die start-ups nu precies? Start-ups zijn jonge ondernemers of entrepreneurs die maar één ambitie hebben: de wereld veroveren. België kent een bruisende, snelgroeiende start-up-scene. Telenet Idea Labs, iMinds, Started at KBC, Corda Campus, startups.be. Bedrijven zoals Telenet beseffen wat de uitdagingen zijn waar start-ups voor staan en investeren vandaag fors in jong Vlaams digitaal ondernemerstalent. As traditional industries shrink and as global competition in traditional industries puts increased pressure on the economy. So these types of businesses are absolutely crucial to our future. For the bigger companies, the use of acceleration is exposure to innovation. If a region, a country, doesn't invest in startups, in the end, it's not going to have enough potential to really grow new businesses. Telenet Idea Labs is een hub in Vlaanderen waar starters met een digitaal businessidee terecht kunnen voor een ambitieus accelerator- en groeiprogramma. Naast financiële steun voorziet Telenet Idea Labs in intensieve begeleiding door mentoren en specialisten op vlak van sales, marketing, product development en finance. Daarnaast is het een creatieve coworking space waar je je als starter voor de volle 100% kan smijten en kan deelnemen aan inspirerende events en workshops. De kern van Telenet Idea Labs is puur energie. De goesting om uit je bed te komen voor een bepaalde doelstelling dat je wilt nastreven, daar start alles mee. Elk jaar start Telenet Idea Labs het acceleratorprogramma op. Geselecteerde start-ups gaan een rollercoaster tegemoet met maar één doel. Van een ruw idee naar een werkend product gaan dat de markt kan veroveren. Een accelerator accelereert u, dus zowel op financieel gebied, maar ook met hun netwerken is het heel gemakkelijk om te zeggen van, kunt jij mij in contact brengen met dat soort persoon of die persoon. Telenet Idea Labs helpt ons in die zin dat ze ons, behalve een gigantisch netwerk, ook een hele hoop servicepartners aanbieden die je anders ja, niet kan benaderen of waar je als beginnend bedrijfje nog niet aan denkt om ze erbij in te roepen, terwijl ze wel heel belangrijk zijn. Gewoon als je hulp nodig hebt van andere start-ups, zitten ze maar 10 meter verder. Dat is gewoon top, ja. Dus we hebben gekeken naar de visvijver, het ecosysteem. We hebben onszelf gepositioneerd helemaal in het begin van die visvijver, omdat we ook innovatie in Vlaanderen en entrepreneurship in Vlaanderen willen stimuleren, want we zien toch dat we in Vlaanderen achterlopen. If you compare it with a soccer team, it's like having your own youth center where you have all these young players that are coached by your former players with a lot of talent and experience. You're very close to that talent and because of that you can react faster to new changes in the market. You can maybe partner up with those new ideas without too much risks. So I think as a big company it's pretty smart to look into that. En hoewel elke start-up uniek is, kan je toch een route uitstippelen die voor alle start-ups dezelfde zal zijn. De Telenet Idea Labs Accelerator probeert zich te focussen op de early stage space. Dat is een space waar dat jonge technologieondernemers zitten die op een snelle manier van idee naar werkend bedrijf kunnen. Dat doen we eigenlijk via onze methodologie die wij Shape, Build, Launch noemen. During the shape phase, you have an idea that you want to validate with the market. Then you start building your MVP, minimal viable product, which is a minimal product that you can bring out to test your hypothesis, your validation basically. Once you pass that, you're going to launching. And launching means that you're going to scale and take it to the market. Op
op een dag belde Piet, een medeoprichter, mij. En die neemt heel veel filmpjes op met zijn smartphone. En die gaan allemaal verloren, omdat hij dat nooit laat zien aan mensen. En hij belde mij van, ik denk, Rusland. En hij zei, kijk, ik heb hier zoveel coole filmpjes gemaakt. Maar ik weet dat jij die waarschijnlijk nooit gaat zien, want binnen 2 weken ben ik niet meer enthousiast en ben ik die vergeten. Dus het zou wel heel cool zijn dat ik die met een bepaalde app kan filmen, dat je die direct kunt meekijken. Dus ik ben dan beginnen nadenken van welke applicaties zijn er al en kunnen we dat ook gaan beter doen. Dit is Bundle. Zij maken een app waarmee het mogelijk is om filmpjes te combineren van verschillende gebruikers. Video's opgenomen met een smartphone worden samengevoegd bij alle filmpjes die al gemaakt zijn omtrent een bepaald onderwerp. De voorbije maanden hebben zij vooral gezocht naar de juiste marktfit. Dat je met een idee ook flexibel moet kunnen zijn, weet Xavier Daman, een Belgische ondernemer die zich in 3 jaar tijd in Silicon Valley ontpopte van een anonieme ingenieur tot de baas van de succesvolle start-up Storify. Start with a problem and the idea will come easily after that. And the idea will change over time. It will improve. So don't be too stuck with it. And that's also the reason why you don't need to have the perfect idea to get going. You need to know a problem you want to fix in society. Goed idee is vooral een probleem dat je zelf ondervindt. Het is heel moeilijk om te gaan brainstormen en denken, oké, welk idee, welk probleem gaan we gaan oplossen in de industrie als je dat zelf nog niet ervaren hebt. Ook Sebastiaan van Camper heeft gezocht naar de goede oplossing voor een probleem. Zij zijn de Airbnb voor kampeerders. Ook hun idee is er niet op 1 dag gekomen. Ik was echt aan het praten over het feit dat ik op zoek was naar een eindwerkonderwerp. En dan vertelde een vriend van mij van ja, ik heb van de zomer 2 mensen ontvangen die kwamen kamperen in mijn tuin. Toen is Camper eigenlijk in mijn kop ontstaan. Ik heb dat een dag nadien gepitcht aan Wim en hij was er ook direct mee vertrokken. Vertel je idee dus aan voldoende mensen, maar bedenk daarbij wel, een goed uitgewerkt idee is niet het enige van belang. Een bedrijf rust namelijk niet op de schouders van 1 persoon. Bij een goede start-up is teamwork essentieel. Wij kunnen pas investeren of kijken naar een dossier van zodra er een begin van een plan rondhangt. Van zodra er minstens een team is. Dus we kunnen niet in een individu investeren, dat gaat niet. Er moeten minstens 2 zijn. Dus je moet dan minstens je idee kunnen overtuigen bij iemand anders. En dan willen we minstens toch het zicht hebben op het begin van een businessplan. I'd rather have a good team with a bad product than the other way around. Because if you have a good team, they will figure it out. Typically in a good founding team, you have the builder and you have the seller. You have the guy that knows, you know, that knows how to talk the talk, and you have the guy that knows how to walk the walk. 1 co-founder is goed, 3 teamleden is nog veel beter. In Silicon Valley spreekt men van de start-up trifecta. Een developer, een designer en een marketeer. Kennis van de potentiële afzetmarkt is ook essentieel. Er zijn echter valstrikken bij het samenstellen van een team. I think for a start-up, the team probably needs to evolve over time, depending on the stage the start-up is in. So I think the skill set as you mature might be very different. Je moet personen vinden waarmee je 16 uur per dag kan samenwerken, waarmee je 7 op 7 kan samenwerken. Iemand die opstaat met dezelfde missie als jij en gaat slapen met dezelfde missie als jij. Dus je moet eigenlijk breder kijken dan enkel die skills en die cv. Je moet gaan kijken wat er een culture fit is. Als wij met nieuwe ideeën afkomen en we leggen dat voor aan onze technische jongens, dan hebben die ook wel genoeg brains om er mee over te kunnen nadenken. Als zij met technische dingen afkomen, kunnen wij niet meer volgen. Dat is wel jammer. What you're really looking for in a team is a team in which there is trust, there is openness, but not always liking. What you do need is complementarity. So you don't want a team of mini-me's, you want a team where people bring complementary skills and resources to complete the team. 1. Je idee is een oplossing voor een bestaand wederkerend probleem. Check. 2. Je hebt 2 of 3 co-founders nodig om een team te vormen. Check. En 3. Het is tijd om eraan te beginnen en jouw idee om te zetten in een roadmap. De eerste roadmap zorgt ervoor dat je de waas van het idee, de waas van het momentum, dat je daar helderheid in schept. Een roadmap heeft altijd een beginpunt en niet echt een eindpunt, maar
een beetje een visie van waar ze naartoe willen gaan in de toekomst. Waarom? Omdat je als start-up moet back-engineeren. Wat heb je eigenlijk nodig om daar te geraken? Maar wat zet je dan op zo'n roadmap? Bij elke start-up verschilt dit een beetje. Mogelijke mijlpalen zijn de launch van je eerste werkende product, je eerste grote pitch-event of de eerste 100 users. Zodat het er nu bijvoorbeeld in staat, willen we tegen de zomer 5000 camperspots hebben. Niemand gelooft dat we dat gaan halen, behalve ik. Ik heb nu wel natuurlijk vrij ambitieus en vrij optimistisch dat gemaakt. Om aan te tonen aan investeerders en mensen van zien, er zit keihard potentieel in. Maar de kans is zo reëel dat je dat oftewel helemaal niet geraakt. Of misschien maar een helft of maar een kwart of zo. Maar ik wil er nu niet aan denken. Ik wil er nu gewoon aan denken, we gaan dat halen en dat gaat goed zijn. What I've always done as a VC, looking at a roadmap, I've always added about 6 months to the roadmap. So if people say it's going to be done, the development in 1 year, I added 6 months. And I've always added 50% more money that you need. And guess what? By doing so, you're pretty much in line. In de beeldfase kan je start-up eindelijk beginnen bouwen. Het begint bij het bevragen van de gebruikers. Dan werken ze aan een minimal viable product, oftewel een MVP, gevolgd door research en design sprints. En als dat allemaal achter de rug is, dan kan je beginnen pitchen. 15 years ago, I called it the USSR approach. People had this plan for 5 years and they start building and after 5 years their product was done and then they went to the market. Today, it's completely different. You have an idea, you make a product that's not perfect, you release it to the market, you take feedback from the customer, you change your plan. And your cycle, rather than 5 years, is 3 months, 4 months cycle. A good analogy that I like using is when you try to target, you know, with arrows, like, you cannot get it right from the very first time. You need to try, you see where it lands, and then you know how you need to correct it for the second time, and then third time, and fourth time, and so on. But you need to try. And every time you try, you're gonna fail the first time. That's why failure is important. It's part of the learning process. In fact, success is a succession of failure. Een start-up laat haar minimal viable product testen door haar gebruikers. Werkt alles zoals het hoort, kunnen de gebruikers makkelijk hun weg vinden en lost het ook effectief problemen op. Belangrijk is dat je die testen niet laat gebeuren door familie of vrienden. Nee, dat moeten neutrale testpersonen zijn. Of je doet het zoals BeatSwitch het doet, samen met de klanten. Nu gaan wij regelmatig gaan samenzitten met onze klanten van oké, we willen dit gaan ontwikkelen, dat gaat er zo en zo van uitzien. En dan krijg je ook direct feedback van de klanten voordat je het gaat ontwikkelen van oké, ik zou dat toch op die manier gaan oplossen. En dat bespaart je wel veel tijd en geld door dat al zo vroeg in dat proces te gaan weten. BeatSwitch is een start-up die organisatoren helpt om festivals te managen. Dit jaar alleen al haalden zij ongeveer €1 miljoen op aan investeringen. En vandaag maken festivals overal ter wereld gebruik van hun software. Net omdat zij zo vroeg gestart zijn met het user testen, kan BeatSwitch haar MVP samen met de klanten bijschaven. Je moet natuurlijk allemaal een afweging nemen. Hè. Kijken, ja, we kunnen daar echt wel iets mee doen. Het is ook niet om, als een klant zegt ik wil dat dat pijlke rechts staat, dat dat pijlke rechts moet staan. Hè. En uiteindelijk zie je echt wel een pad. Veel klanten vragen eigenlijk allemaal hetzelfde, misschien niet allemaal in dezelfde verwoording. Maar dan uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. En je moet van hun idee één standaard product proberen maken. Dat voor iedereen de right fit heeft. Ja, natuurlijk, als er één iemand zegt ik moet dat hebben, dan moet je dat niet bouwen. Hè. Dat is wat je in het hebben. Een minimal viable product, oftewel een MVP, is eigenlijk een testversie van het uiteindelijke product, zonder de toeters en bellen wil te verstaan. En zoals dat vaak het geval is bij die beta-versies, werkt een MVP in het begin nog niet helemaal zoals je dat zou willen. So when you first start your startup and you have just a very small team, you don't have a product yet, your only primary concern should be getting that minimum viable product just out of the door. It doesn't matter if it's buggy, it doesn't matter if it crashes, just get the first version out there. De laatste sprints naar onze launch toe, die waren heel druk en stresserend en zenuwslopend. We hadden nog niet echt een geteste versie online staan, dus tijdens die launch event stonden er 50, 60 mensen. En dat was voor ons eigenlijk ook even afwachten, gaat dat hier allemaal wel werken? Uiteindelijk is het allemaal goed meegevallen. Maar ik denk 3 uur na onze launch kreeg ik bericht dat de website offline stond. Dus het was direct plat na een paar uur live te staan.
Pivoting, iterating, adapting is really the best way forward. Actually, see it as Darwinism. It's survival of the fittest, not of the strongest or the biggest. Om efficiënt te werken als start-up moet je de basisprincipes van Scrum toepassen. Dat gaat ervan uit dat het bouwen van een product is vastgelegd in sprints. En in iedere sprint heeft ook iedereen ownership over bepaalde taken. Dus wekelijks zeggen we, oké, in deze week willen we deze en deze features gaan ontwikkelen. Dan iedere vrijdag zitten we samen met heel het team. Dan gaan we presenteren, oké, dit hebben we deze week gemaakt. Dan kijken, oké, wat kunnen we volgende week nog beter gaan doen? Maar dat zorgt ervoor dat je gewoon wekelijks heel snel kunt gaan itereren op je product en gaan evalueren. Zitten we nog on track? Erg intens. Dat is het minste dat je kan zeggen over de research en design sprints. Geregeld doven de lichten bij een accelerator pas na middernacht. Wil je dan chaos vermijden? Wel, dan zijn er verschillende manieren om de flinke werkdruk aan te pakken. De knop, als je erop klikt en hij werkt niet, ja goed, dat is heel duidelijk. Dan moet hem laten werken. Goh, je sales of je marketing aanpakken is een stuk moeilijker te definiëren in aparte tussensprintjes, maar wij gebruikten ook systemen om te zeggen van goed, tegen de volgende sprint, zijn de volgende weken, moeten we, zeg maar niet, met zoveel mensen gesproken hebben, moeten we die meetings hebben vastgelegd, moeten we een aantal zaken verwezenlijkt hebben tegen de volgende keer dat we samenkomen. Dit is Pitling. Zij zijn de yellow marker voor de digital age en helpen dus om voor jezelf de essentie aan te duiden in online artikels. De beste ideeën, ze kunnen soms zo simpel zijn. Zolang je die ideeën ook duidelijk kan overbrengen naar anderen toe natuurlijk. En daarvoor heb je een pitch deck nodig. A pitch deck is a document that you pull together to tell your story and to convince others why they should invest in you, why they should believe in you. A lousy pitch can be awesome when it's brought passionately, or a perfect pitch can be, completely rubbish when you just bring it like a robot. Be quiet, I'm about to pitch. We want to help you share the essence. The whole world will be covered with an infinite amount of layers of information on an infinite amount of subjects. Pitching is nerve-wracking. I keep saying I will get the hang of it. One day I will pitch without any nerves, but it doesn't come. Every time I have more nerves than the previous time. Het podium! Ha! De spots, een publiek en achter jou een pitch deck op het witte doek. En niet te vergeten, een angstdruppel op je voorhoofd. Want laten we wel wezen, pitches, het blijft nog steeds een bron van stress. Wel, dat geldt niet voor pitch-based Nicola Mertens. Hij is founder van Sign2Pay, een online betalingsdienst die betalingen via jouw handtekening wil perfectioneren. Tijdens hun tweede investeringsronde haalden ze in Europa nog meer dan 1 miljoen euro op. De meest uitzonderlijke pitch was by far TechCrunch Disrupt in Londen, waar dat wij uit honderden start-ups waren gekozen, samen met 15 anderen, om een pitchcompetitie te doen voor duizenden mensen. Spotlights, camera's erop en al. Het moment dat je dan offstage komt met je co-founders, wanneer je een perfecte pitch hebt afgeleverd, na dagen oefenen, dat is pure euforie, dat is adrenaline. The Perfect 10-slide pitch deck is een presentatie die werd ontworpen door Dave McClure. En deze presentatie omvat zowat alles wat een VC horen wil, zoals je kan zien. Maar het allerbelangrijkste... Om op dat niveau te geraken, moet je eerst voorbij die ratio waar je een pitch helemaal zin per zin gaat uitbreken. En je maakt eigenlijk voor een publiek je verhaal terug zo dom mogelijk, zodat iedereen kan begrijpen wat je bedoelt. Deze keer moesten we pitchen bij Telenet. Het was kort. Wij dachten dat dat goed was. En uiteindelijk ook een steekproef gedaan. En mensen die eigenlijk het probleem kenden, wat dat ons product oploste, die waren wel mee. Maar eigenlijk al de rest, daar stond er geen s'nachts van. Try to present it to your mother-in-law. And if she understands it, then you're probably good. Als je het aan mij niet verkocht krijgt, dan krijg je het ook aan je klanten niet verkocht. Dus het is zo simpel. Er zijn natuurlijk honderden manieren om te pitchen. Maar wat elke geïnteresseerde of VC wil horen, is jouw verhaal in heldere en klare taal. Een
startups go through an enormous amount of different phases in their maturity. It's like growing up. There's a baby, there's a toddler, there's an adolescent. De laatste fase is de launch fase. Nu, om je product in de markt te zetten, moet je er natuurlijk een prijs op plakken. The typical mistake every startup makes in the beginning is to price too low. You take any startup in the world, you will see that the first price is much lower than they asking today. Eenmaal een startup de juiste prijs heeft gevonden, kan het snel gaan. Om snel te schakelen en te groeien heb je funding nodig. En dan komen de investeerders in het spel. Er moet altijd een gezonde stress aanwezig zijn. En die is er ook altijd wel. Aan de andere kant, je moet zo overtuigd zijn van je ding dat je aan het vertellen bent, dat dat niet echt mag blijken. Dit is Gilles. Samen met Tim heeft hij Intuo opgericht. Een jong internetbedrijf dat interactieve lessenpakketten aanbiedt voor werknemers. En net als alle start-ups zijn ook zij op zoek naar de juiste investeerders. Denk eens aan gewoon vragen, hè. Dat is het gewoon. Je moet ook geen schrik hebben. Als je al schrik hebt om gewoon iets te vragen, dan moet je ook niet beginnen ondernemen, denk ik. There are people out there, there's capital out there that is looking for great ideas. And is looking for businesses that they think are going to go to the next level. And that is capital that's willing to take a risk. Large corporates actually help the startup community. This has been something in the US that's been going on for a long time, where the large corporates actually help the smaller entrepreneurs and invest in them. Het grootste deel van mijn dag bestaat eruit om nee te zeggen. Wij zien enkele honderden start-ups per jaar, 500-600 waarschijnlijk. En we gaan hoogstens in 1,5% of 1% van die start-ups investeren. The most stressful thing about becoming an entrepreneur is actually once you take, you've got your idea, you've got to sell it. And no one is an entrepreneur unless they're selling stuff. And that's also the naivety I see with a lot of young people. They put 95% of their effort into the product, into the idea. No, the idea is maybe 20%. The 80% is selling it to people. Maar hoe overtuig je nu investeerders? Philip Maartens is de stichter van Sentience, een start-up die via de sensoren in een smartphone het gedrag van de gebruikers analyseert. Zij haalde in een vorige investeringsronde nog 3,5 miljoen euro op. It's in your best interest as a founder to wait as long as you can before you start raising money. For the very simple reason that the longer you wait, the more you start feeling your own business and the better you're prepared in engaging with venture capital. Naast contacten met investeerders en mentoren zitten er in het start-up ecosysteem rondom een accelerator heel wat omringende servicepartners die ondersteuning bieden op fiscaal, juridisch, psychologisch, maar ook op marketingvlak. Bovendien stelt Telenet zijn eigen ICT-infrastructuur open voor de jonge start-ups, waardoor ze gebruik kunnen maken van innovatieve technologie en kennis waar je als jonge ondernemer normaal gezien alleen maar van kan dromen. We zitten vol ideeën, we zitten vol mogelijkheden om die ideeën te verwezenlijken. Het is gewoon heel aangenaam om ineens met de beste servers te kunnen werken, om ineens de mogelijkheid te hebben om een extra kantoor te hebben, om schermen bij te kopen, om te kunnen experimenteren. Daar draait het eigenlijk om. Our product needs a lot of processing power, and in order to get that, we are dependent on strong servers. Na de lancering vaart elke start-up zijn eigen koers. Want ja, het ondernemerschap kent nu eenmaal geen grenzen. Een ondernemer blijft een ondernemer. Winnen of verliezen. Ondernemen zit in ons bloed, wij kunnen er niet mee stoppen. Het is niet omdat dit project ofwel slaagt ofwel faalt. We zullen blijven nieuwe dingen uitvinden en blijven ondernemen. Ik denk dat ons motto is gewoon hard, hard, hard gaan. Want ik geloof erin als je hard voor iets gaat, dat het uiteindelijk wel resultaat bereikt. I would definitely do it over and over again. Being an entrepreneur is something that I would do over and over and over again. It's the best decision of my life. Als er ook maar een sprankeltje goesting door jouw aderen stroomt, dan is het nu echt tijd om de sprong te wagen en deel te nemen aan de start-up revolutie. Veel succes! We'll be right back.
Wil je zelf een start-up worden? Ben je er alleen of wil je de Belgische start-up scene een extra duwtje in de rug geven en meehelpen om het start-up klimaat te optimaliseren? Teken dan nu in op het B-Startup Manifesto.